Op een plek waar je het echt niet verwacht, in het noorden van Nederland, bij Alkmaar, Heerhugowaard, is een heel bijzonder hotel. Jules hebben ze deze plek genoemd. Aan de buitenkant een gewoon stenen gebouw. Maar van de binnenkant is het onder andere een eventcenter. En je hebt hele bijzondere hotelkamers met allemaal werelden daarin. Welkom bij Jules. Bas begint zijn ontdekkingsreis in Kopenhagen. Champagne, een klassieke kamer in de sfeer van deze Franse streek. Wat schattig dat dit kant. Nou, dit is mooi bijpassend gemaakt. De keuken van Jules is een verhaal op zich. Hier wordt op een hele bijzondere manier gekookt met zuivere producten. We gaan een mooi stukje... Koken met chef-kok Michiel Keller is een heel aparte ervaring. Wat hij en zijn keukenbrigade weten te bereiden. Gezonde en zalige gerechten. En bedenk je alle gerechten? Of? Nou, samen met meneer Vonk, die natuurlijk onze adviseur is, ja, bedenken we de gerechten. Dus het is heel erg spannend en heel erg leuk. Bas, waar zit je? Dit is de junior suite. Bankje hier, luierstoel daar en een televisie. Maar er is een heel groot bed. En dat is nog maar één van de geheimen van de junior suite. We vervolgen onze reis om de wereld. We gaan naar Zuid-Amerika, naar Buenos Aires. Temperamentvol en swingend. En dit is royalty, de vorstelijke kamer. Royalty, een beetje rechts. En vanuit deze sfeer gaan we naar Barcelona. Naar de wereld van mode, stijl en design. Dit zijn lekkere stoelen. Dit vind ik echt mooi. Gaat u mee naar de wereld van kristal? Hier begint uw ochtend met een heerlijk knapperig vers ontbijt. Kristal is ook ideaal voor een besloten lunch of diner. De sfeervolle omgeving kan eenvoudig worden aangepast aan de grootte van het gezelschap. In Jules maak je ook een culinaire wereldreis. Is dit hier, jongens? In Heerhugowaard. Dit is echt... een soort Orient Express gevoel. Apart opgedekt allemaal. Hier dineer je in York, in het Parijse Maxims of in West-Friesland. En hier achter de gordijnen. Dit is de wereld van Jules. Fantastisch eten in wisselende omgevingen. Waardoor het net lijkt of je elke keer in een ander restaurant eet. Kom je hier uit Holland op z'n smalst. Bij wat het oorspronkelijke idee is natuurlijk, Jules Verne. De reis rond de wereld in 80 dagen. Geweldig. Hier hebben we er nog eentje, maar dan onderwaterwereld. Kijk eens, zeg. Zo ziet de beroemde kunstenaar Selwyn Senatori de wereld van Jules Verne. 20.000 mijl onder de zeespiegel. De reis naar de maan. De reis om de wereld in 80 dagen. Jules Verne schreef meer dan science fiction. Hij beschreef de toekomst. Hij voorzag onze wereld. De wereld van Jules. Nou, en van dit gloednieuwe gebeuren gaan wij naar het al wat bekendere gedeelte. En dat is het eventcenter. Toe, wat een ruimte. En nu snel terug naar de brasserie waar Bas op mij wacht voor die beloofde lunch met Salm. Pardon, mevrouw. Oh, kreeg je wauw, nu even. Helemaal nog van jou aangeboden. Ja, u is een beroemdheid. Nou, ja, hij is een beroemdheid. Nou, nee, jawel, jawel, jawel. In beroemdheid in ons dorp, dat is het. Dit dorp Nederland. Constant Vonk. Nee, Bas Westen. Dankjewel, Constant. Ik ga ervan lekker uw gang. Ah, de maître. En de wijn. En ook natuurlijk weer biologisch. Oh, biologisch. Biologisch. Oh, ik heb die rode al geproefd, die was goddelijk. Echt heerlijk. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u. Heerlijk. Nou, cheerio. De sfeervolle brasserie is voor mij een ideale plek om even lekker te ontspannen en te genieten van een voortreffelijke zakelijke lunch of diner. Nou, ben ik ook nog benieuwd naar alle ruimtes hierboven. Want ze hebben voor elk wat wils, voor zakelijke of privébijeenkomsten. En hier zijn ze een seminar aan het voorbereiden. Dat gaat morgen plaatsvinden. Ja, zitten jullie hier lekker? Geweldig. Voelt goed? Datzelfde goede gevoel heb je ook in Stockholm. Hier voel je de natuur, de warmte en de rust. Eventueel op een echt hestensbed. Helsinki,
eigentijds retro design met een tikje 70s. Edinburgh, we zijn op de Schotse hooglanden. Figueras, mediterraan en een tikje surrealistisch. Dit is wel inderdaad een wonderlijke kamer, zeg. In Tokio kom je voor innerlijke rust en verstilling. Ik weet toevallig wat het betekent. Wat betekent dat? Droom. Parijs, okay. De romantiek van je eerste vakantie met z'n tweeën. Ja. Dit is nou zo'n kamer, daar ga je niet in je eentje liggen. Van de rijkdom van Dubai reizen we door Europa naar de mystiek van 1001 Nacht. Marokko. Marrakesh. Tijd voor Hua Hin. Naar Thailand en Boeddha. Een eigen tempel. Elke kamer een ander land. Oh, kijk. Dit is volgens mij het meest opvallend van deze kamer. Spulletjes in de hoek, lekker in je stoeltje gaan zitten, relaxen. Dit is New York. China, Beijing, de wereld van Confucius, tot in detail. Ook hier is een overnachting een zen-ervaring. Voetbalkamer. Ja hoor. Ja, voetbalkamer. Kijk, hij heet Alkmaar. Je kunt alle kanten op, hè. Bas is de hele wereld rond geweest, maar hij heeft het mooiste nog niet gezien. De Royal Suite. Het pronkstuk van dit wereldse hotel. Wow, dit is absolute verwennerij. Zo. Kijk dit. Jee, man. Ook tv in je badkamer. Jeetje, wij. Ik ben kapot. Ik heb alle delen van de wereld gezien. Ik heb alle landen gezien. Maar hoe was je ontdekkingsreis? Het was, ik ben in China geweest, Japan geweest, ik ben in New York geweest, ik heb in Alkmaar gezeten. De maître. Oh, hier is het tafel. Dank. Dus ja, dit is dan Maxime, Parijs. Ik denk dat jij gelijk hebt. Als je een evenement hebt en je gaat hier naartoe met veel mensen eromheen. Ja. Lekker slapen, lekker eten. Het is dus de combinatie van de ruimte en de faciliteiten. Maar het is dus ook een beetje gek. Dat maakt het wel leuk. Ja, is ook zo. Ja. Ik hoor muziek. Er is een feestje hier vanavond. Deze ken ik nog niet. Wauw. Zo. Die is voor mij vannacht.